Of leuk, dames en heren, dat jullie er zijn. We gaan vandaag, en jullie raden het niet, maar we gaan vandaag een potje schaken. En dat gaat helemaal fantastisch worden. Ik heb al zoveel mensen gezien die zeggen: ja, je moet een keer niet gaan schaken. Tegen die mensen weet je, ja. Wat weet jij nou van me? Ik bedoel, jij bent ook maar gewoon een persoon, snap je? En ja, dat, ja, snap je? En dan naar mij toe komen en zeggen dat ik wat anders moet doen dan schaken. Nou, ik weet wel, ik denk dat ik het wel beter weet. Maar ja, als hij hem pakt, hè? Ik dacht, hoe ga ik zo naar voren? Maar hij pakt hem. Dus dan pak ik hem terug met mijn paard. En nu gaat hij hier staan, zeker, of niet? Nee, niet. Hij pakt hem met zijn paard. Oh nee, oh shit, dan kan ik niet terugpakken. Want dan pak ik hem nou, hè? Al pak ik hem. Dan pakt hij mij weer terug met zijn paard. Dus nu ben ik hem gewoon niet kwijt. En dan pak ik zijn paard. Oké. Ik sta, hij kan mij schaakmat zetten als ik niet slim iets doe. Maar ik ben geniaal, hè. Dus dan, je weet wat je dan doet op die momenten. Ik ben zo goed in schaken. Al bereken je het op een schaal van 1 tot 10, dan kom ik wel, nou, het zal zijn. Nou ja, geen 10, omdat ik geen hoge rating heb. Maar wel hoog hoor. Maar dan gaat hij daar met sparen, dan moet ik mijn koningin aan de kant zetten. Maar dat doet hij niet, of dat doet hij nu wel misschien. Maar al gaat hij hier staan, dan kan ik ook zijn lopen pakken. Nee, ja, zijn lopen pakken, ja. Nu pakt hij mijn paard. Ik denk dat dat slim is, dan moet ik terug ook met mijn pion of moet ik terug ook met mijn koningin. Dan heb ik, als, dan pakt hij mij terug. Maar ja, kijk hè, als hij mij pakt, dan pak ik hem. Kijk, als hij mij pakt, pak ik hem. Pakt hij met zijn koningin, pak ik hem weer terug met mijn pion. Dus ja. Hé, wacht, ik kan hierheen met mijn paard. En dan kan ik hierheen. Maar ja, nu niet. Nu, als ik nu pak, dan is hij. Ja. Nou ja. En wie ben ik om te oordelen? Hij staat wel een stuk of voor. Kan ik niet zeggen. Ik ga zo hier met mijn koningin staan, omdat ik hem dan kan pakken als hij mij. Oh nee, dat zag ik verkeerd, joh. Ja. Mijn koudje. Nu ga ik zo. Dan wil ik. Oké. Ga ik naar achteren lopen. Dan kan ik mijn pak, maar dan kan ik hem terugpakken met mijn pion. Snap je wel? Kijk, die inzichten, die heb ik dus. Die hebben de meeste mensen. Ja, what the fuck? Die is voor mij. Ja, en die is voor mij.
Ja, ik ben gewoon afgegaan. Dit is een drama. En iedereen dacht dat ik ging winnen. Maar ja, ik kan misschien nog stil meedoen. Dat is dat je niet kan lopen. Ja, dit is echt een blamage. Kijk, als nu mijn pionnen gewoon stil waren gezet, dan had ik niet kunnen bewegen met mijn koning. En dan had ik gelijk spel gehad. Oké, okay, ah ja, shit.